Lieve mensen in Lingewaard. Afgelopen jaar is uw burgemeester vertrokken. Marianne Schuurmans is naar Haarlemmermeer gegaan. En ik mag haar plaats innemen voor de duur van ruim een jaar. Ik ben ontzettend goed ontvangen in uw gemeente. Het was een heel warm welkom en ik heb heel veel leuke mensen mogen ontmoeten. Heel veel feesten ook bijgewoond. Vierdaagse bijvoorbeeld. En schuttersfeesten en kermissen. En ik ben bij heel veel gelegenheden uitgenodigd. En soms ook verdrietige gebeurtenissen, zoals herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar wat mij opvalt in Lingewaard, we doen alles samen. U kijkt heel goed naar elkaar, u kent uw buren, u let goed op uw familie en u zorgt voor elkaar. Dat is heel, heel waardevol. De laatste maanden zijn we allemaal enorm bezig geweest met het stikstofprobleem. En dat heeft heel veel gevolgen gehad. Gevolgen voor boeren, gevolgen voor bouwers, maar in Lingewaard ook heel praktisch gevolgen voor woningbouwprojecten. Dus het is van heel groot belang dat we hier met elkaar de komende tijd oplossingen voor vinden. En die oplossingen zijn heel hard nodig. We wonen met 17 miljoen mensen in Nederland op een eigenlijk best klein stuk land. En dan kom je met elkaar voor grote opgaven te staan. Daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. En ik hoop dan ook, ik verwacht ook, dat we de komende maanden een heleboel woningbouwprojecten los kunnen trekken in Nederland. En ook in Lingewaard. Dat we echt weer kunnen gaan bouwen. U zult het allemaal gezien hebben. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan de herbouw van het gemeentehuis in Bemmel. Wij hopen met z'n allen dat dat in augustus klaar is. En dat we kunnen zeggen, als in september uw nieuwe burgemeester aantreedt, welkom in ons prachtige herbouwde gemeentehuis. Dat zou fantastisch zijn. Dan wens ik u voor nu een hele fijne kerst. Mooie dagen met familie, vrienden, buren. En ik hoop dat u er enorm van gaat genieten. En eigenlijk denk ik dat dat bijna vanzelf gaat in Lingewaard, waar u zoveel met elkaar samen doet. Dat moeten hele mooie dagen worden. En dan voor oud en nieuw, een hele fantastische jaarwisseling die heel veel plezier geeft voor iedereen en die tegelijkertijd ook heel goed kijkt naar het voorkomen van overlast. Dat is mijn wens aan ons allemaal dit jaar voor Lingewaard.